Nummer 3. Deze koffieboon van Café Corsini is dicht en vol, met een uitstekende romigheid en consistentie. Het is een koffie met een ronde smaak, met een zeer aanwezige cacaotoon. Vanaf het moment dat de verpakking wordt geopend, tot aan het malen, komt er een betoverend aroma in huis. De prijs-kwaliteit verhouding is ook uitstekend. Als u geïnteresseerd bent in dit artikel, kunt u de link in de beschrijving vinden. Nummer 2. Deze koffie wordt vooral gewaardeerd om zijn omhullende, intense smaak en romigheid. Na het proeven laat het een licht zoete nasmaak achter in de mond die lang aanhoudt. Kortom, het is een koffie die zich kan meten met vele koffiebars. Om te voorkomen dat het zijn karakteristieke aroma na verloop van tijd verliest en om de kwaliteit te behouden, is het raadzaam het in een luchtdichte plastic verpakking en eventueel in de koelkast te bewaren. Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. De prijs van dit artikel kan worden geraadpleegd via de link in de beschrijving. Nummer 1. Deze koffieboon, omschreven als espresso bar, en reeds gebrand, is zeer vol van smaak, sterk, voor wie van een intense maar niet al te bittere smaak houdt. Hij kan zowel ongezoet als gezoet worden gedronken. Het heeft een uitstekende romigheid, zozeer zelfs dat het praktisch gelijk is aan wat gewoonlijk aan de bar wordt genuttigd. U kunt de prijs van dit artikel zien door op de link in de beschrijving te klikken.